Hoofdstuk 10: Ioniserende straling. Paragraaf 3: Stralingsbronnen. Er zijn twee soorten stralingsbronnen: kunstmatige en natuurlijke. Hier zie je een röntgenapparaat in een ziekenhuis: een kunstmatige stralingsbron. Daarmee kun je röntgenfoto's maken of mensen behandelen met uh, kanker. En dit is een natuurlijke stralingsbron: kobalt 60. Het voordeel van een kunstmatige bron, die links, is dat je hem aan en uit kan zetten en ook kunt instellen. Dus de intensiteit kan aanpassen. En ook de energie van de deeltjes kunt variëren. Dat kan je met een natuurlijke stralingsbron niet. Het nadeel van een uh, natuurlijke stralingsbron is ook dat die in de tijd minder radioactief wordt, dus minder actief. Dat is een onderwerp voor een later hoofdstuk. Ook kobold 60 wordt in ziekenhuizen gebruikt. In deze les leg ik eerst uit wat de werking is van een röntgenapparaat. En dan leg ik uit wat instabiele isotopen zijn die kunnen vervallen en daarvoor kun je een vervalvergelijking opstellen. Bijvoorbeeld voor alfa verval, voor beta min en beta plus verval en voor gamma verval waarbij je zogenaamde metastabiele isomeren hebt. Na nou, meerdere vervalvergelijkingen achter elkaar, dat zijn vervalreeksen. Dit is een opstelling voor een röntgenapparaat, schematisch. Rechts zie je een gloeidraad met een gloeispanning van 10 volt. Door die gloeispanning gaat die gloeidraad een beetje gloeien en komen er elektronen vrij. Die blijven een beetje rond die gloeidraad hangen. Als je die vervolgens met een versnelspanning van zo ongeveer 100 kV versnelt, dan versnellen ze richting trefplaat. Nou is het een eigenschap van geladen deeltjes dat als je ze versnelt of vertraagt, dat ze dan elektromagnetische straling gaan uitzenden. Die elektronen die op die trefplaat komen, die komen andere elektronen tegen... En die worden daardoor in korte tijd sterk afgeremd. En ze gaan daarbij röntgenfotonen uitzenden. Door de vorm van de trefplaat kunnen die röntgenfotonen een bepaalde voorkeursrichting krijgen. Dat is natuurlijk handig voor een röntgenapparaat. Nou is de kans dat die elektronen hun energie in één keer afgeven aan één enkel foton, die kans is heel klein. Het is veel waarschijnlijker dat ze hortend en stotend tot stilstand komen en daarbij meerdere fotonen uitzenden. Die elektronen hebben een energie van 100 kilo elektronvolt, dus maximaal kan de energie van die fotonen 100 kilo elektronvolt zijn. Dan krijg je een grafiek zoals deze. Horizontaal de fotonenergie in kilo elektronvolt en verticaal het aantal fotonen. Je ziet dat er maar heel weinig fotonen zijn met een energie van 100 kilo elektronvolt. Dat is de maximale energie van de elektronen hier. Maar er zijn heel veel fotonen met een hele lage energie, dus daar is de kans veel groter. Nou, wil je bijvoorbeeld met een Röntgenapparaat een foto maken. En daarvoor is het nodig dat de fotonen door je lichaam heen gaan. Dan kun je een foto maken. Als de fotonen niet genoeg energie hebben, dan komen ze niet door je lichaam heen. Dan worden de meeste geabsorbeerd. Dus die fotonen met een hele lage energie, daar heb je helemaal niks aan. Die leveren niks op voor de beeldvorming. Je hebt er alleen maar last van, want je absorbeert ze in je lichaam. En dat zorgt voor een onnodige stralingsdosis. Dus die wil je wegfilteren. Dus in een röntgenapparaat wordt vaak een filter toegepast die absorbeert deze fotonen, die met de laagste energie. In de volgende les zal ik uitleggen hoe je kunt uitrekenen welk filter je nodig hebt en hoe dik dat moet zijn. Nou, er zijn ook natuurlijke stralingsbronnen en daarvoor is het nodig te weten wat een isotoop is. Een isotoop is eigenlijk hetzelfde element, maar met een verschillende massa. Dus het aantal protonen en elektronen is dan gelijk. Maar het aantal neutronen verschilt. De chemische eigenschappen van verschillende isotopen van hetzelfde element zijn gelijk. Maar de natuurkundige eigenschappen kunnen sterk verschillen. Hier zie je Bina's tabel 25a. Er staan hier drie soorten elementen genoemd in het begin van deze tabel: waterstof, helium en lithium. De rest staat er ook in, maar ik heb alleen even dit stukje laten zien. Links daarvan zie je het atoomnummer, dat is dus het aantal protonen. En je ziet dat waterstof 1 proton, helium heeft er 2, lithium 3 enzovoort. Dat betekent dat het symbool H uh, direct verbonden is met, die, uh, met dat atoomnummer 1. En je vindt hier ook het massagetal. Helium heeft dus hier 3 isotopen. Er zijn er 3 vermeld van helium. Dat massagetal is het aantal kerndeeltjes. Er is dus een isotoop met. Van helium met drie kerndeeltjes, dat is twee protonen en één neutron. Er is een isotoop met vier kerndeeltjes, twee protonen en twee neutronen. En er is een isotoop van helium met zes kerndeeltjes, twee protonen en vier neutronen. Laten we eens kijken naar helium-4, dat is het alfa-deeltje. Dat noteer je als volgt: je schrijft het symbool op, He voor helium. En daarboven zet je het massagetaal, 4 in dit geval, en daaronder het atoomnummer, 2. Dit is de notatie voor een isotoop. En dat geldt voor alle isotopen die je in Binustabel 25a kunt vinden. Die notatie is belangrijk omdat je daarmee een vervalvergelijking kunt opstellen. Bijvoorbeeld voor alfa-verval. Bij alfa-verval verlaat een helium-4-kern de kern. Dat betekent dat het massagetal met 4 afneemt, dat zijn die 4 kerndeeltjes, en het atoom met 2, met dat zijn die 2 protonen. Een voorbeeld met uranium-2,38. Schrijf altijd eerst de kern op die gaat vervallen. In dit geval uranium-238. Die U staat voor uranium, 238 kerndeeltjes en atoomnummer 92. Schrijf dan die pijl op voor vervalt, in, daar staat het voor. Schrijf dan het stralingsdeeltje op in de juiste notatie. Dat heb ik net laten zien. Dit is de helium-4-kern. En ga dan de vergelijking kloppend maken. Er blijven 234 kerndeeltjes over. Dus het massagetaal van het isotoop dat overblijft is 234. Er blijven 90 uh, protonen over. Dus het atoomnummer van het isotoop dat overblijft is 90. Dan kun je in BINAS opzoeken dat het isotoop met 90 protonen in de kern, atoomnummer 90, dat dat thorium is. Dus dit is de vervalvergelijking voor uranium-238. Dit kun je ook als volgt zien: links heb je de moederkern. En die vervalt in een dochterkern plus een stralingsdeeltje. Die begrippen moederkern en dochterkern zijn belangrijk om te onthouden. Die worden nogal veel gebruikt. De vervalvergelijking voor beta verval. Bij beta minus verval uh, verandert een neutron in de kern in een proton en een elektron. Dat is het beta deeltje. Dat elektron verlaat de kern. Nou heeft een elektron een massagetal van 0. De massa is Afgerond eigenlijk 0 als je dat vergelijkt met een proton of een neutron. En de lading is min 1. Dus de notatie van een elektron is als volgt. De 0 boven, dat was het massagetal, min 1, lading beneden. Eerder schreven daar het atoomnummer. Dat moet je niet dus hier zien als atoomnummer, maar als lading. En die e staat voor elektron. Dit is een voorbeeld van beta -minverval. Koolstof 14 vervalt in stikstof 14 en zendt een positron uit. Je ziet dat bij, bij beta-min verval uh, de massa gelijk blijft, dus het massagetal van het, de dochterkern is gelijk aan van de moederkern. En het atoomnummer neemt met 1 toe. Je ziet stikstof heeft een hoger atoomnummer dan koolstof. Beta-plus verval lijkt daar heel erg op. Bij beta-plus verval verandert een proton in een neutron en een positron. Dat is het beta-plus deeltje. Een positron is het antideeltje van een elektron. Ook weer een Onderwerp van een ander hoofdstuk, maar wat moet je ervan weten? De massa is gelijk aan die van een elektron en het heeft een tegengestelde lading, plus E, het elementaire ladingskwantum. Nou, dat positron verlaat de kern, dat is het stralingsdeeltje. En de notatie van een positron is 0 boven, massagetal, 1 onder, dat is die lading. We gebruiken hetzelfde symbool E, omdat voor natuurkundigen een elektron en een positron dezelfde soort deeltje zijn, alleen tegengesteld van elkaar. Dit is weer een voorbeeld van een vervalvergelijking voor beta-plusverval. Fluor vervalt hierin zuurstof en zendt een beta-plusdeeltje uit. Dus bij beta-plusverval blijft ook het massagetal gelijk. En het atoomnummer neemt af met 1. Dan zijn er ook nog isotopen die gamma-verval vertonen, die gammastraling uitzenden. Na het verval kan die dochterkern in een soort aangeslagen toestand achterblijven. Die heeft een overschot aan energie. En die energie wordt vervolgens als gamma-foton uitgezonden. Dat kan relatief snel gebeuren, zoals bijvoorbeeld bij kobalt-60. Dat is het isotoop dat ik aan het begin van uh, de film liet zien. Dit is het voorbeeld van zo'n vervalvergelijking. Kobalt-60 is een beta-straler, dus het vervalt door uitzending van een beta-deeltje en dan blijft er nikkel-60 over. Maar dat nikkel-60 heeft nog vrij veel energie over en zendt vervolgens gammastraling uit. Dat kun je ook zien in een energieniveauschema zoals hier. Links de energie van kobalt, kobalt-60, en die kan energie verliezen door een beta-mindeeltje uit te zenden met weinig energie. En vervolgens krijg je dus dan nikkel-60 en dat nikkel-60 vervalt in twee stappen naar uh, de grondtoestand. Dus er worden twee gamma-fotonen uitgezonden. Dat kobalt-60 kan ook een beta-mindeeltje uitzenden met meer energie... En dan houdt die nikkel 60 kern minder energie over en kan nog maar 1 gamma foton uitzenden. Nou, dit proces kan ook relatief langzaam uh, optreden, en dan heb je een metastabiel isomeer. Isomeer slaat op een isotoop uh, dat eigenlijk hetzelfde is, maar in een ander soort energietoestand zit. En metastabiel wil zeggen dat die relatief stabiel is. En een voorbeeld daarvan is technetium, 99. Dat vervalt door uitzending van een gammafoton, en je ziet dat technetium vervalt eigenlijk in technetium. Dat staat er. Het massagetal verandert niet. Dat emmetje links verraadt dat het een metastabiel isomeer is. Nou, welk verval treedt er nu op bij een isotoop, en welke energie heeft dan het stralingsdeeltje? Dat kun je allemaal vinden in binas. Ik heb hier een ander stukje van binas tabel 25a laten zien uh, voor lood en bismuth. Nou, lood heeft 82 protonen, dus dat is 82. Er zijn vier isotopen die in de natuur voorkomen. En lood 210, zie je hier, is een beta-straler. Zendt ook nog een gamma-deeltje uit, net als kobalt 60 zojuist. Dat beta-deeltje heeft een maximale energie van 0,025 mega-elektronvolt. Dus dat getal achter beta- is de energie van het stralingsdeeltje. Bismuut 210 is een voorbeeld van een isotoop dat op twee manieren kan vervallen. Of alfa-verval, of beta-min-verval. En alleen de energie van het alfa-deeltje wordt hier weergegeven. Dat is 5 mega-elektronvolt. Nou wordt hier ook dus nog een gamma-foton uitgezonden, dus voor de vervalvergelijking schrijf je die er altijd bij. Het is belangrijk en handig om te weten dat niet alle isotopen in binas staan. Bijvoorbeeld lood. Daar staan 9 isotopen in binas vermeld, maar in het echt zijn er 43 bekend. Die staan alleen niet allemaal in binas. Uh, binas, die vind je wel op uh, internet. Als je zoekt op uh, isotopes uh, of lead, in het Engels is dat uh, beter te vinden, dan vind je hele goede Wikipedia-pagina's uh, met al die isotopen. Uh, dan snap je ook waarom ze nu niet allemaal in binas staan. Dat worden er veel en veel te veel. Als je een vervalvergelijking opstelt en je komt uit op een dochterkern die niet in binas staat, dan heb je het niet per se fout gedaan, dan kan het gewoon zijn dat het dochterkern niet in binas vermeld is. Tot slot vervalreeksen. Zo'n vervalproduct kan zelf ook radioactief zijn. Sterker nog, dat is het het meestal. En dat levert een hele reeks van vervallen. De dochterkern is zelf ook weer een moederkern die vervalt in een dochterkern. En dat kun je weergeven als meerdere vervalvergelijkingen onder elkaar of in een isotopenkaart. Dat ziet er dan zo uit: horizontaal het atoomnummer, links 80 kwik uh, en rechts 92 uranium, en verticaal het massagetal. Nou, laten we eens kijken naar uranium-238, helemaal rechtsboven. Die hebben we al eerder gezien. En we hebben gezien dat het vervalt via alfa-verval. Dat betekent dat het massagetal met 4 afneemt. Dus we gaan hier twee hokjes naar beneden. En het atoomnummer neemt met 2 af. We gaan dus ook twee hokjes naar links. Dat is weer te geven met deze pijl. Dit is alfa-verval in zo'n isotopenkaart. Nou is thorium-234 zelf een beta-minstraler. En... Dat vervalproduct is zelf ook weer een beta Dan kom je dus in twee stappen uit opnieuw bij uranium, maar nu uranium-234. Dat uranium-234 vervalt weer via een aantal stappen met alfa-verval tot polonium-218. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Polonium-218 is een beta-min en een alfa-strader. Kan op twee manieren. Dus je krijgt twee stappen in de isotopenkaart. Naar rechts. Voor het beta verval en schuin naar beneden voor alpha verval Die vervalproducten zijn zelf ofwel een alpha straler of een beta-minstraler. Dus je komt op hetzelfde punt weer uit. Bismut 214. En dan herhaalt dat zich. Dan kom je uit op lood 210. Die is niet stabiel. Die, dat is een beta-minstraler. En, en opnieuw via twee stappen kom je uiteindelijk tot lood 206. Die wel stabiel is. Hier eindigt dus de vervalreeks van uranium 238. Een samenvatting. Er zijn natuurlijke en kunstmatige stralingsbonden. Kunstmatige bijvoorbeeld een rundgebuis, waarbij elektronen eerst worden versneld en dan vertraagd, waarbij ze rundstraling uitzenden. Isotopen zijn elementen met een verschillend aantal neutronen. Instabiele isotopen vervallen onder uitzending van een stralingsdeeltje. En het verval is weer te geven in een vervalvergelijking. Bij alfa-verval neemt het massagetal met 4 af en het atoonnummer met 2. Bij min verval neemt het massagetal niet af, dat blijft gelijk en het atoomnummer neemt met 1 toe. Bij plus plusverval blijft ook het massagetal gelijk, maar neemt het atoomnummer met 1 af. Gammaverval is een bijzonder soort verval waarbij de dochterkern nog wat energie over heeft en dat overschot aan energie wordt als gamma-foton uitgezonden. Gebeurt dat relatief langzaam dan spreek je van een metastabiel isomeer. En tot slot heb ik laten zien hoe je een vervalreeks kunt Weergeven in een isotopenkaart. Dat zijn achtereenvolgende vervallen. Dit was de derde les van hoofdstuk 10 over stralingsbronnen.